zijn eerst verrast 12 december, kregen we het eerste bericht dat het doorkwam. En gisteren kwam het ook nog eventjes weer extra in de krant. Het is zo dat de minister van Landbouw, Piet Adema, die heeft een plan bedacht om per 1 januari 2024 de damherten en edelherten uit de positieflijst te halen. Dat is de lijst van huisdieren die gehouden mogen worden. De hertenkampen moeten daardoor dus ook de boel gaan sluiten in de loop der jaren. Yes, de hertenkampen mogen blijven. Dus daar zijn we dolblij mee. Wat betekent dat verder? Hoe gaan jullie nou verder met het hertenkamp? Blijft het zoals het is? Passen jullie nog dingen aan? Of ja, hoe gaat het? Nee, in principe blijven we de beesten gewoon dagelijks verzorgen. Misschien dat er nog wat extra boomstammen in komen. We proberen het gras nog wel wat extra diversiteit te geven met wat extra bloemetjes erin. Maar dat gaan we nog zien hoe we dat gaan oplossen. We hebben nog eventjes de vijver, die liep helemaal vol met dit hoge water. En die wordt op dit moment leeggepompt. Dus alles kan gewoon lekker door blijven gaan? Ja. Tenminste, dat willen we wel graag. En je zag net ook al wel dat de mevrouw die de prei en bloemkooltjes over de schutting gooide of over het hek gooide. Ze blijven gewoon lekker de beesten voeren en wij blijven ze ook met liefde verzorgen dat iedereen kan genieten van dit mooie park hier in Almelo.